Goedemorgen, deze morgen. Goedemorgen. Long time no see. Het is vandaag zaterdag 28 augustus. Ik wilde bijna jullie zeggen. Wat betekent dat ik echt ruim meer dan een maand de camera niet heb opgepakt. Want er is een beetje een boel gebeurd. Wij zijn nu onderweg naar mijn vriendin Marijke. Want we gaan hun nieuwe huis bekijken en daar dan ook even lunchen. En dat is voor ons een uurtje rijden. En dus dacht ik van nou, kan ik meteen even jullie bijpraten waarom ik eigenlijk zo afwezig ben geweest. Er is een boel gebeurd. Wacht, kan ik jullie ook neerzetten hier zo? Ja, en dan hopen dat jullie blijven staan. Kijk, dat scheelt een lange arm. Mochten jullie dus iets te veel bewegen, dan pak ik het weer op. Waar begin ik? Het laatste wat ik gefilmd heb is dat wij op vakantie waren in Center Parks. Dat is de laatste video die online is geweest. En vervolgens was ik het weekend daarna was ik jarig. En hebben we niet gefilmd, want ik dacht van hey, ik heb gewoon zin in quality time met ons als gezin. En ja, ik denk dat het begint qua werk, wat er is gebeurd. Helaas werk ik niet meer waar ik werkte, in de kinderopvang. Ik had voordat we op vakantie gingen, had ik een gesprek gehad. Gewoon, ik zat natuurlijk nog in de proeftijd. Ik had een gesprek gehad en ze hadden wat feedbackpunten waar wat correct was. Ik merkte dat ik mezelf inhield, zeg maar. Ik liet niet echt zien wie ik zelf was. Nou goed, lang verhaal kort. Vervolgens hadden we vakantie en had ik nog 2 weken voordat mijn proeftijd voorbij was. Nou, toen we terug waren van vakantie en ik ging weer aan het werk, dacht ik, nou hop, kom, schop onder mijn eigen bibs en knallen gewoon. We gaan er gewoon voor. En ik had oprecht serieus echt lekker gewerkt toen. Maar schijnbaar vonden zij dat niet genoeg. En is mijn proeftijd gestopt. Ik ben er best heel erg boos over. Want ja, je hebt dan een medewerker die juist iets doet met feedbackpunten. Ik ben van mening dat je dat toch graag wilt hebben, zulke soort mensen. Maar schijnbaar hadden ze best wel wat hoge eisen of iets aan hun medewerkers. En ben ik er dus eigenlijk maar blij mee dat ik er weg ben. Maar goed, toen kwamen we dus wel op het punt dat ik weer geen werk had. En dat was niet zo prettig. We willen heel graag verhuizen. En zat ik er weer mee van ja, kak, nou duurt het alsnog weer veel langer. Dus ja, ik had het daar best wel heel erg moeilijk mee op dat moment. Maar ik ben dan ook zo iemand die denkt, nou hop, kom, oké, doorpakken. Wat wil ik dan? Wat ga ik dan doen? Nou heb ik een docentendiploma voor om te werken in de agrarische sector. Maar goed, het is nu vakantie. En die banen zijn er ook niet heel erg, want het is vrij specifiek. En ik weet niet, ergens heb ik nog steeds niet het gevoel dat ik die kant op wil. Dus dan dacht ik, ja, wat ga ik dan doen? Toen kwam ik achter het concept van een traineeship. Dat een ding is, zeg maar. Dat wist ik eigenlijk niet eens. En toen dacht ik, hey, dit vind ik wel heel erg interessant. Nu is het zo dat ik gelukkig weer een baan heb. Ik ben gestart, moet ik zeggen, of in ieder geval ik ben aangenomen voor een traineeship tot hypotheekadviseur. Iets compleet anders, maar ik was een beetje klaar met de kinderopvang. Ik dacht, ja, ik wil gewoon mijn hersens weer gebruiken en ik wil mezelf ontwikkelen. En wat ik toen ik klaar was met de studie tot docent, wat ik toen niet durfde, want achteraf gezien durfde ik me toen eigenlijk niet in te zetten om te gaan werken, denk ik. Wat ik toen niet durfde, ga ik nu wel doen. Ik ga er gewoon voor. Ik heb er zin in. Het is pittig. Ik ga nu eerst beginnen met eigenlijk een opleiding, want je moet WFT's behalen. WFT staat voor Wet op Financieel Toezicht. Dat zijn bepaalde certificaten die je moet halen als jij adviseurswerk wilt doen. En ik ga nu dus, ik heb gisteren toevallig alle gegevens daarvoor gekregen en kan ik gaan beginnen. Dus ik begin nu met leren en dan werk ik eigenlijk voor een detacheerder nu. En die detacheerder die gaat voor mij op zoek naar een opdrachtgever. En toen ik dus dit concept leerde kennen van de traineeship, kwam ik erachter dat Richard dus eigenlijk hetzelfde
doet. Want die werkt ook voor een detacheringsbedrijf. En die wordt ook uitgezonden op opdracht. Maar ik had gewoon nooit dat gekoppeld aan elkaar of zo. Ja, maar dat is niet het ding van een traineeship. Nee, dat is niet het ding. Ik heb geen traineeship. Ik heb een young professional traject. En dat is toch net even zo anders? Ja, nee, dat is inderdaad wat anders. Maar je leerde ook in principe in het begin het vak meer, zeg maar. En dan ging je op opdracht. En dat ga ik nu dus hetzelfde hebben. Ja. Dus ja, super spannend en super excited. Compleet iets anders, maar ik heb er zin in om er echt vol tegenaan te gaan. Het is echt een investering in mezelf, want het is wel nu fulltime werken. Nu eerst dus heel veel leren en dan fulltime werken. Wat betekent dat wij Alira naar een gastouder gaan doen. Ondertussen is Alira 8,5 maand oud. Gaat ook veel te snel alweer. En sinds laatst is ze voor het eerst een klein beetje ziek geweest. Dat ze echt zo meer verkouden was. En ze had schijnbaar een beetje een bovenste luchtweginfectie. Want ik ben ook bij de eerste hulp geweest met haar. Klinkt heel, heel zwaar. Alleen de huisarts was er niet in het weekend. Dus dan kom je bij de eerste hulp. En ik was daarvoor ook al naar de huisarts geweest. Omdat ze best wel wat reutel had bij de ademhaling. En gezien ze toch een chronisch longbeeld heeft, vond ik dat wat spannend. Dat ik toch voor de zekerheid wilde nagaan van, hey, is het toch niet benauwder dan we misschien denken. Zeker ook met het RS-virus wat nu natuurlijk overal heerst. Maar dat was gelukkig alleen een verkoudheid. En na een paar dagen werd dat echt weer beter, gelukkig. Maar dat is het enige. Verder is ze zo super gezond en doet ze het zo goed allemaal. Dat we het aandurven om haar naar een gasthouder te doen. Ook omdat die sneller wat plek hebben. Want ik had natuurlijk opeens weer een baan waarbij ik opeens per direct kon beginnen. En een kinderopvang heeft toch altijd wel wachtlijsten. En dat, ja, dat durf ik dan weer nog niet aan. Maar ik vind wel opvang heel belangrijk. En zeker aangezien het zo meteen wel even moet. Dat is dat verhaal. Qua werk. Gelukkig heb ik dus weer werk. Wat is er nog meer gebeurd? Juist, ik weet het. Mijn gebit. Ik heb de operatie gehad dat ik weer geïmplanteerd ben. Ik weet niet of iedereen dat weet. Ik zag trouwens ook dat ik een paar aantal best wel nieuwe abonnees had. Wat ik super tof vind. Ik zit bijna op de 100 abonnees nu. Voor mij is dat super veel. Ik bedoel, 100 mensen die mij al kijken. Waarom? Geen idee. Schijnbaar doe ik iets leuks of iets interessants voor je. Maar heel hartelijk welkom, want ik vind het super tof dat je er bent. Dat even losstaand van elkaar. Maar voor de mensen die het misschien niet weten, ik heb dus een beugel. Yippie-yay-yay. En die heb ik omdat ik in het traject zit. Omdat ik hier wat gaten heb. Hier zo. En ik had namelijk geen volwassen kiezen. En daar had ik implantaten voor. Maar die implantaten in de bovenkaak, die gingen niet goed meer. Dus die moesten eruit en we moesten het hele traject opnieuw doen. En de implantoloog had meer ruimte nodig. Nou, hoe creëer je ruimte met een beugel? Nu heb ik vorige week, bijna 2 weken terug ondertussen alweer, heb ik nieuwe implantaten gekregen. Die zitten nu nog onder mijn tandvlees. Maar dat was dus best wel weer operatie eigenlijk die ik moest ondergaan. Want ze halen me gewoon volledig open, wordt erin geboord en dat soort dingen. Maar ik ben blij dat het eindelijk gebeurd is, want ik zat er al heel lang op te wachten. En ik heb dus een paar dagen weer echt zo met de hamsterweken meegedaan, omdat ik lekker gezwollen was en dat was niet prettig. Maar het is voor het goede doel natuurlijk. Nu gaan komende maandag gaan de hechtingen er weer uit. Dit blijft nu een maand of 4 ongeveer, blijft dit zo. Dan gaat hij weer een klein sneetje maken en dan komen daar nog dopjes op. En als dat dan weer goed, daar moet het tandvlees overheen groeien. En als dat weer goed is vastgezet, dan gaat dan de kroon, dus de tand aan zich erop en dan ben ik klaar. De
beugel gaat er wel gelukkig al eerder uit. Die gaat er eind oktober, als het goed is, uit. Ik heb nu nog één afspraak eind september. En dan een afspraak in oktober waarbij ze een afdruk gaan maken en dergelijke voor het spalkje ook. En ik moet ook zo'n nachtbeugel ding krijgen. Maar dat neem ik aan dat ze dat kunnen doen alleen wanneer de beugel eruit is. Dus geen idee hoe ze dat gaan doen. Maar dan gaat een week na het maken van die afdruk gaat de beugel eruit. Yes! Eindelijk! Daar heb ik er echt gewoon praktisch misschien op 1 of 2 of weet ik hoeveel paar dagen na. Dan heb ik weer 2 jaar die beugel gehad. Ik ben er helemaal klaar mee. Dus ik ben blij dat dat in ieder geval er wel sneller al aankomt. Dat ik daarmee klaar ben. En dus eigenlijk ook gewoon sowieso het hele traject met de implantoloog. Godverdank, eindelijk bijna klaar. Wat is er nog meer gebeurd afgelopen maand? Zal ik even Alira laten zien? Wacht even, want die is heel schattig aan het spelen hier. Even buiten, we zijn dus onderweg. Alira! Hallo dame! Ben je aan het spelen? Hey, lekker ding. Gaat alles goed? Hey, boeboe. Kan je ook nog lachen? Oh, sorry, alle hobbels in de weg. Kan je nog lachen? Nee? Gaan we alleen maar serieus kijken? Nou, oké, dan ga ik maar weer. Dan kan ik wel even gaan vertellen hoe het met jou gaat verder. Even uitzoomen, want anders is mama zo meteen dik hard ingezoomd. Hoppakee. Met de leraar gaat het echt super goed, zoals je ziet. We zijn ook een keer bij de kinderarts weer geweest. Richard is toen geweest. Eind juli was dat. Ondertussen is ze echt ruim 8 kilo. Dat is echt zwaar, echt zwaar. En ik denk dat ze echt wel richting de 70 centimeter qua lengte nu al gaat. Richard was toen naar de arts geweest, want ik moest toen werken. Toen werkte ik dus nog. En wil jij vertellen dat verhaal? Oh, ja, dat was leuk bij de arts. Dat hoe heet het? Bij de arts, die had een stagiair mee. En we hadden het over Alira met haar eten. Want Alira die eet super goed voor iemand die zo extreem prematuur is geboren. De meeste prematuren die houden er wat moeite mee, want die vinden dat toch lastig. En Alira die eet gewoon alles wat we haar geven. En ik vertelde dat. En die arts zei tegen de chef: Nou, dit moet je maar eventjes snel vergeten. Want dat zien we nooit bij dit soort prematuren. Dat ze gewoon het echt wil. Dat ze de mond open doet voor de lepel. Dat ze echt wil eten. Ja. Ja, Alira die eet. Ondertussen krijgt ze nog steeds 4 flessen: fruit, groenten. En we zijn begonnen met brood. En ze eet als een malle echt zo goed. En inderdaad, wat Richard zegt, dat zien ze niet vaak. Vaak zien we met prematuren dat ze toch wat langer moeite hebben met eten eigenlijk. Nou, Alira niet hoor. Die eet alles wat los en vast zit, zeg maar. Die eet echt alles wat we er aanbieden. We zijn meer begonnen met echt stukjes eten geven. En ook ei, pindakaas en vlees en zo door het eten. Nou, dat gaat er echt smakelijk in. En dat is dus ook te zien in haar gewicht, want ze groeit echt heel erg goed. En qua ontwikkeling ook, ze is heel veel op de buik aan het spelen. Ze rolt allebei de kanten op. En de fysio was er ook er afgelopen week. Die was ook super tevreden. En die houdt qua lijntje ook de grafiek zeg maar bij. Qua grove motoriek schijnbaar. En daar zit zij qua premature lijn zit echt op de bovenste. Zeg 95 of 90? 90 volgens mij weer. 90% lijn, dus echt qua ontwikkeling echt op de bovenste lijn. En als je dan kijkt naar haar gecorrigeerde leeftijd van dus ruim 5 maanden, dan zit zij ook gewoon net iets boven gemiddeld volgens mij. Ja, als je haar volgt alsof ze nooit prematuur geboren is, dan zit ze in het midden. Ja, precies. Dan zit ze mooi prachtig op de 50 lijn. Ja, dus dat doet ze echt super goed. Ze wil heel graag, tijgeren, maar dat lukt er nog niet. Dus we hebben nu ook wat tips gekregen van de fysio hoe we haar daarin kunnen ondersteunen. En verder is het gewoon een fantastisch lekker ding. Er komen tandjes aan, denk ik, vrees ik. Want al wel een poosje, maar ze kwelt weer heel erg veel. Ze trekt niet zo heel veel meer aan de oren. Maar
als je goed kijkt, zie je volgens mij net ook een heel klein lijntje zitten. Dus die komen eraan. Dat is super leuk. En ze zit op het moment wel in een sprongetje weer, sprong 5. En heeft ze wat nachtmerries elke keer. Want we hebben de afgelopen nacht echt 5 of 6 keer of zo dat we wakker werden door haar. Omdat ze gewoon weer aan het huilen was. En dan moesten we de speen erin doen en was ze meteen weer weg. Dus ze was eigenlijk niet echt wakker. Maar ja, wij wel natuurlijk. Ja, nou ja, ik weet voor nu heel even niet meer wat ik ook weer heb gedaan afgelopen maand. Ik wil heel graag het vloggen weer op gaan pakken. Ik ga het wel nu natuurlijk heel druk hebben met ook het leren voor mijn werk. Maar ik vind het ook wel heel erg tof om jullie mee te nemen in dat werk. En hoe gaat het nou, zeg maar, als je een traineeship ingaat? En hoe zal het mij vergaan in mijn opleiding tot hypotheekadviseur? Ik ben heel erg benieuwd. En daarnaast wil ik gewoon natuurlijk ons leven blijven volgen. Vind ik wel heel erg leuk. En natuurlijk een leren in de ontwikkeling, want die gaat super snel. Maar goed, ik kan niet beloven wanneer ik wel of niet film of upload. Dat weet ik gewoon niet, want ik ga heel veel tijd moeten besteden aan het leren. En daarnaast moet ik natuurlijk editen. Maar ik wil absoluut proberen om te blijven vloggen en ook om te uploaden. Maar pin me er niet aan vast wanneer het allemaal online komt. Dat weet ik gewoon niet. Ik heb nu echt al een kwartier lopen praten. Dus sorry voor lange praatstukjes. Maar ik had even wat bij te praten natuurlijk. Wij gaan naar Marijke toe en we gaan lekker lunchen. Oh, dat vergeet ik nog. Heel kort. Maar daar kan ik misschien later nog wel wat meer over vertellen in plaats van nu. Dat komt dan later wel weer. Richard en ik eten nu koolhydraatarm. Want we hadden allebei zoiets van, hey, kom. Even wat serieuze actie nu om wat af te vallen. Want wat we deden werkte niet. Voor mij niet, tenminste. En mijn moeder eet al posten koolhydraatarm. Dus die heeft ons op weg geholpen. Tot nu toe ben ik 3 kilo kwijt. Maar goed, dat is natuurlijk het allereerste vocht. En het gaat heel makkelijk. En bevalt dat heel erg goed. Ook voor Richard bevalt het echt heel erg goed. Ja. Maar goed, nu gaan we natuurlijk lunchen bij Marijke. En gaan we dus, hebben wij gewoon zoiets van, ja, met dit soort speciale gelegenheden doen we gewoon wat we willen. En eten we wel dus gewoon brood. En dan de komende 2 dagen moet ons lijf weer terug in ketose komen, heet dat. En gaan we dan weer verder. Maar voor nu gaan we lekker lunchen. En gaan we gewoon brood eten. Later. Hallo hondjes, wie zijn jullie dan? Ik weet niet of mensen jullie wel kennen. Wij hebben de logees van mijn ouders. Links is Jentel, rechts is Mancha. En Mancha kunnen jullie kennen, hè? Want ik deed altijd behendigheid met Mans. Dus die zouden jullie kunnen kennen. Mijn ouders die hebben vanavond een geregistreerd partnerschap van de zus van mijn moeder. En die had gevraagd of de honden hier kunnen blijven voor vanavond tot met morgenochtend. Want het was aan het eind van de middag en volgens mij ging ze dan daar ook ergens eten. En toen dacht ze van ja, dan moeten we of meteen snel weer naar huis. En ik had ook aangeboden van hey, mocht je de honden een keer kwijt moeten, dan mag dat hier. Dus die zijn een nachtje hier. Het is een volle bak. De katten die zijn ondertussen wel aardig gewend. Vonden het in het begin heel spannend. Maar Bodie is heel erg goed te paaien met snoepjes. En die op zich ook wel. En zolang de honden gewoon rustig ze benaderen, dan is er niks aan de hand. Mocht je Lera op de achtergrond horen. Het is nu 5 voor 7. En ze is moe. Ze heeft net lekker de fles op en we kleden nu even verder aan met de pyjama aan. En dan leggen we er in bed en gaat ze lekker slapen. Wij gaan eten. We eten erwtensoep, alleen dan zonder erwten eigenlijk. Want erwten zijn natuurlijk koolhydraten. We hebben vanmiddag geluncht met broodjes bij de vriendin van Marijke. Marijke dus, mijn vriendin. En dat waren dus een hele bubs koolhydraten. Maar verder doen we normaal gewoon natuurlijk koolhydraatarm. Dus erwtensoep. Zonder koolhydraten. En verder zijn we dit. Kennen jullie deze serie? Kijk. Dit is wat wij kijken tegenwoordig. Lucifer. Helemaal, we zijn nu dus seizoen 3. Bijna aan het einde volgens mij van de afleveringen. Ja, dit is echt. Ik vind het echt zo'n serie die je. Als je een aflevering af hebt. Denk ik, oh, nog één en nog één en nog één. Dus dat is eigenlijk helemaal niet goed. Goed.
Ik ga even mijn dochter een kus geven, want er wordt nu op de muur geklopt. Dat betekent dat ze in bed ligt en dan ga ik haar nog even wat rust wensen. Ja, kom eraan! En dan gaan we lekker eten. Goedemorgen, deze morgen. Daar loop je dan op zondagochtend om 7 uur de honden uit te laten. Jentel loopt daar. Ja, ik wil je mans ook wel laten zien. Mijn mans aan het poepen. En Mansi. Ja. En ik heb ze maar even losgelaten. Want het is toch nu rustig. Maar ik was even vergeten dat die 's ochtends vroeg natuurlijk ook uit moeten. Al waren we toch al wakker. Want de leraar die dacht ook alweer. Hallo, goedemorgen. Daar ben ik. Dus Richard is nu thuis. Haar aankleden en dergelijke. En ik ben even deze monsters uitlaten. Hi, Mansi. Hallo. Hi. Nou ja, ze zijn er nu tot... alleen in de ochtend, want ze worden zo meteen weer opgehaald door mijn moeder. En dan gaan wij zo meteen naar mijn broertje toe en naar Leel en naar Saga. Dat heb ik nog niet verteld, realiseer ik me dus nu. Alira is grote nicht geworden. 26 juli is mijn broertje vader geworden van hun dochtertje Saga. Nu dus ook alweer een maand oud. En super leuk dat ik gewoon tante ben geworden. En wij gaan daar vanmiddag even naartoe. We willen graag ook een foto maken met z'n allen. En gewoon ook weer even kijken hoe Saga is gegroeid. Oh, ik zie er ook echt niet uit. Gewoon straight out of bed. Maar goed, even maar wandelen nu met deze monsters hier. En dan gaan we lekker ontbijten. Zoals ik gisteren al zei, heb ik dus een nieuwe baan. En daarvoor moet ik in eerste instantie een heleboel gaan leren. Het is nu zondag en dan zou je denken van, joh, geniet lekker van een vrije dag. Maar ik ben gewoon veel te nieuwsgierig om te kijken wat het allemaal inhoudt. Dus ik dacht, weet je, ik neem jullie eens heel even mee in waar ik dit eigenlijk allemaal kan leren. Kijk, dit is de site van Lindenhagen en daar hebben ze mij een account gegeven. En ga ik eens kijken wat hier is. Kijk, mijn training en examens. En wat ga ik leren? Ik ga de WFT basis ga ik nu beginnen. Het staat al op 9%, want ik heb wel stiekem even het eerste filmpje gekeken gisteren. Maar WFT is dus hetgeen wat je eigenlijk nodig hebt, de theorie om het adviserende vak in de hypotheken of bijvoorbeeld schade of pensioen of iets dergelijks te gaan leren. Hier, je wordt een financieel basisprofessional. En dus dit moet ik gaan leren. Nou, introductie, verwachtingen en de syllabus. En de syllabus schijnt dat ik daarmee moet beginnen. Dus dat is een heel groot bestand. Ik mag de inhoud verder niet delen met jullie. Maar, want het is natuurlijk iets wat ik heb verkregen van het bedrijf. Maar goed, ik ga maar even aan de slag. En zometeen worden de honden opgehaald. Die liggen daar nu nog voor pampers. En Alira die liggen even lekker te spelen in de box. Zal ik die eens heel veel laten zien ook. Voordat ik begin, dat is misschien ook wel leuk. Kijk, hier liggen de honden. Lekker... voor Pampus te liggen. En Alira. Hallo. Hi. Lig je lekker met Sophie te spelen? En een mooie boom. Ja, die blijft zo mooi, hè? Hi. Gaat alles wel goed? Ze had een ander shirtje aan. Ze ging blauwbessen eten. Ja. En toen zat hij helemaal onder. Ja. Is toch vrolijk? Ja. Dus die speelt ook lekker. En dan ga ik denk ik maar even leren. Totdat mijn ouders er zo meteen zijn weer om de honden op te halen. En dan tegen die tijd krijgt de leraar ook weer een fles. Je gaat zo meteen nog heel veel slapen. En die krijgt dan ook alweer een fles. En dan gaan we daarna op naar mijn broertje. En Lillemor en... Saga.
Hé, hey, Alira. Ga je uitkleden? Lekker bij Saga en op bezoek. Zo, ben je even aan het oefenen, schatje? Hé. Hey. Was jij dat of was zij dat? Wij moeten af en toe Alira op de grond leggen zonder dit kleed, zeg maar. Omdat ze heel erg bezig is met willen tijgeren. En dan tegen de muur. Zodat ze af kan zetten. En dan gaat ze vaak in dat speeltje. Gaan we pakken. Ja, hey. Wie van gaan we pakken, Lira. Waar is Sophie? 1, 2? Ja, goed zo. Ik vind het heel leuk om te doen. Ja, dus dit zijn dat soort beelden die want ze wil heel erg graag tijgeren. En dan was dit de tip van de visio. Ja, ik wil vaak maar om haar dan wat tegen de muur te zetten. Kijk, goed zo, ja. En dan gaat ze wat tijgeren. En zo oefenen we dat soms even, hè. Goed zo, Alira. Met inclusief lekker de kwijl. Goed zo. En dan gaat het kontje omhoog. Ja, goed zo. Ja, kijk, hoppatee, kontje omhoog. Dat is die Verlinde af. Hey, hoppa. Goed zo. Ja, we hebben ook een kijk. Hey, toppertje. Wat doe je dat toch goed, Alira? Lekker oefenen. Goed zo. Echt, oh, ga je nu rollen? Laat eens zien, deed je bib zo ver omhoog. Ja, nu raak ik een beetje moe. Oh, ik heb weer het verkeerde tijdstip. Hi! Hallo! Kijk dan, ze is zo goed bezig met dat kontje. Ik denk echt, geef er een maand of 1, 2 en ze kruipt zo meteen. Ja. Goed zo. Ja, oh gosh, je gooi maar neer. Ja hoor. Oh nee, toch. Ja, oké. Okay. Alira, gaan we naar huis? Ja, we gaan naar huis. Oké, okay, zeg maar doei. Ja? Oh, oh meisje toch. Ja, we gaan. Doe nog niet eens wat. Volgens mij is er hier iets misgegaan. Er ligt er eentje met de voeten door de tralies. Leo. Zo schattig dan, met de voetjes. Hé, hey. Hallo. Hallo. Lig je lekker? Ja, je ligt met je voeten door de tralies. Hé. Hey. Dat is een beetje gek. Zullen we je even maar goed leggen? Ja, je zit met de beer te praten, hè? Zeg maar hoi, beer. Ja, nou, zullen we er maar even redden? Goedemorgen, deze morgen. Het is vandaag maandag 7:55 ochtends. En ik ben nu net aangekomen bij de implantoloog in Utrecht. Ik heb vandaag de afspraak dat ze mijn hechtingen eruit gaan halen. Want wat ik dus vertelde was dat ik de operatie heb gehad. Dat ze de implantaten er weer in hebben geplaatst. We zijn nu 2 weken verder. En nu gaan de hechtingen eruit. Is niet een heel prettig gevoel. Maar op zich is het ook alweer een simpele ingreep, wil ik zeggen eigenlijk. Maar ik kan jullie niet meenemen daar. Dus ik zie jullie zo. En daar was ik weer. Dat deed geen pijn. Ik voelde het überhaupt amper. Ik zei dus net van ja, het voelt een beetje vervelend. Maar vandaag niet. Hij heeft 1 hechting aan deze kant erin gelaten nog. Want ik had al gezien dat ik daar een soort raar flapje had. Vliebertje had. Ik weet niet hoe ik het wil noemen.
Richard die had het ook gezien, want ik had hem even laten kijken. En daar staat het dus schijnbaar nog ietsje open. Want hij heeft er een soort... hoe zeiden dat nou? Er zit een soort materiaal onder het tandvlees daar. En dat lost zich schijnbaar op. En als dat zich oplost, dan sluit het daar weer goed, zeg maar. En vult het gat zich op of zo, weet ik veel. En dat had het daar nog niet gedaan. Dus vandaar dat het daar nog iets open stond. En heeft hij die hechting erin gelaten. Maar ik moet over 2 weken weer terug voor controle. Dus dan gaat hij er dan wel weer uit. En verder zag het er gewoon heel erg goed uit. Wel irritant, want ik moet nu na de operatie, mocht ik na 2 dagen poetsen met zo'n hele zachte tandenborstel bij de gaat, zeg maar, waar hij geopereerd had. En dat doe ik nog steeds sinds die tijd. Maar ik hoopte dat ik weer gewoon met mijn elektrische tandenborstel overal mocht poetsen. Omdat ik merk dat het zo'n automatisme is als je aan het poetsen bent, dat je gewoon heel je mond rondgaat. Maar bij waar ik geopereerd ben, mag dat natuurlijk niet. Dus ik moet er elke keer constant bij nadenken. Maar dat moet helaas nu nog wel even. En hopelijk dan snel over 2 weken als ik de controle heb gehad, dan hoeft het niet meer. Wat ik wel altijd heel irritant vind trouwens, ik had nu om 8 uur een afspraak. Dus ik ben de eerste eigenlijk. En dan nog loopt het uit. Voordat ik daar pas naar binnen werd geroepen was het 8:10. Ik kan het niet zo goed begrijpen. Het is niet alsof die mensen daar pas om 8 uur binnenlopen en dan nog alles klaar moeten zetten voor mij. Nou ja, dat is een beetje, vind ik gewoon irritant. Nu ga ik naar huis. Alera die ligt als het goed is op bed. En hopelijk slaapt ze nog heel even. Want ik ga vandaag en de komende dagen ga ik proberen zoveel mogelijk te leren voor mijn WFT. Zodat ik die zo snel mogelijk kan behalen. Maar goed, ik heb ook nog geen koffie op. Dus ik ga gauw naar huis. Goed zo. Laat eens zien allemaal. Wat doe je allemaal dan? Hey. Wat doe je allemaal? Oh, ga je hoofd weer neerleggen. Laat eens zien wat je net deed dan. Ik pak natuurlijk mijn camera om een reden. Niet dat je je hoofd neer gaat leggen. Hé, je was zo leuk bezig. Ja, ga het nog een keer doen. Ben je nou opeens moe aan het worden? Je hebt het al een paar keer gedaan, hè? Ben je aan het doen? Ga het nog een keer doen. Hé. Zo. Ja, dan ben je goed bezig. Alira. Nou, zal je altijd zien, hè? Dan pak je je camera erbij en dan doen ze het niet meer. Ze is heel erg bezig met haar kontje omhoog doen, maar nu dan ook toch met haar voeten afzetten. Kijk. En dan pakt ze ook... Oh. En daarbij doet ze wel altijd haar hoofd nog omlaag. Ik weet niet of dat goed of slecht is, maar dan doet ze haar hoofdje wat omlaag. En dan gaat ze de kontje omhoog doen, kijk. En dan gaat ze nu ook al met haar voeten afzetten. Goed zo! Ja! Zo goed voor jou! En dan komt ze mee toch wel iets vooruit ook. Kijk. Dat dus. Ja, oh, proest. Au. Voorzichtig. Ja, je moet niet stikken in Sofie, hè? Dat is niet handig. Hey, goed zo, Lira. Oh, maar, goed, hè? Zo leuk om te zien, hè? Dat is echt super. Dat is echt fantastisch. Kijk dan. Hoppatee. Hopsa. Kijk nou. Goed zo. Oh, dit is zo mooi, hè? Zo mooi. Yay! Heel goed van jou. Tegelijk kauwend op Sofie, maar echt, dit is zo prachtig. Goed zo! Ja! Echt, ik vraag me echt af, hoe lang duurt het nog voordat zij hier rondkruipt? Mogen we het huis even veiliger maken? Kastjes zijn zo dicht. Oh. Maar heel eerlijk, ik kan niet wachten. Echt, ik heb er zo'n zin in als zij zo meteen rondkruipt en, op, en kan zitten. En zitten, kijk dan! Echt, dit is echt gewoon tijger al wat ze doet. Echt zo leuk. Goed zo. Ja. Echt knap van jou. Nee, ik kan niet wachten. Ze is zo leuk aan het ontwikkelen nu. Echt fantastisch leuk. Ja. Goed zo, dame. Onder.
Ondertussen is het al ruim in de middag. Het is 4:10 en waren wij met z'n allen even toe aan frisse lucht. Richard was gewoon aan het werken, ik was aan het leren. Lera was aan het eten, slapen, spelen, alles bij elkaar. Dus we dachten, we gaan even wandelen. En Richard had het idee om weer eens de draagzak te gebruiken. Oh, en nu raakt ze opeens ontevreden. Maar ze was heel content. Wacht, kijk of je haar kan zien. Hallo! Hallo lieverd! Alira! Hey! Poepoe! Poepoe! Hey schatje! Ja, het is wel heel erg schattig om, om jou zo te zien lopen weer. Oh, wacht, doe deze zelf. Kijk. Hallo. Oh, ze zit met de duim in de mond. Nee, zit ze niet. Oh, niet? Nee. Oh, nou, net zat ze een poosje met de duim in de mond. Echt super schattig. Ja. En we hebben hier gewoon wat huizen waar het gewoon mooi is. Wij wonen in Houten. En in Houten-Zuid, dan heb je gewoon zoveel huizen die gewoon zo mooi zijn. En dan ga ik echt lopen dromen van, oh, wie weet ooit. Nou moet ik zeggen dat dit niet eens per se de mooiste zijn die we net tegenkwamen. Maar ja, als ik dan zo aan het wandelen ben, dan ben ik gewoon aan het dromen. Jij ook? Of ben ik daar alleen in? Nou, ik ben een beetje alleen. Oh. Ik vind het wel mooi, maar... Ja, wat ik al zei, dit zijn niet de meest knappe. Ik heb echt verkeerde tijd, heb even de camera erbij gepakt. Maar ik weet niet, ik zit er gewoon te dromen. Ik zie er gewoon mooie grote huizen en dan denk ik, oh, wie weet. Hopelijk komen we daar ooit terecht. Maar goed, wij gaan even lekker wandelen verder. En dan zie ik jullie later weer. Oh, we kwamen een schommel tegen. En aangezien de leraar opeens houdt van schommelen, moeten we ook even schommelen natuurlijk. Ja, ga je lachen? Oh, je zit ook in de zon te kijken. Goed zo. Yay! Ja, ze lacht wel. Ja. Ja, dat is heel duidelijk te zien. Ah, oh, het is schattig. Ja, ja, je kan het op de camera niet echt zien. Wacht, misschien kan ik proberen in te zoomen dat je er ziet. Ja! Hey, hallo! Ach, god, je kijkt dat hoofdje. Als je nu maar meegeeft, kan ik misschien weer een beetje... Nee, het lukt al, het lukt al. Ja. Woe! Nou, lekker hè? Ja, ze houdt dat hele neusje krult op. Ja. Hey. Schattig. Dit vindt ze heerlijk. Ga mama mee schommelen? Mama gaat ook mee schommelen. Zo, in mijn eentje op een schommel. Lang geleden. Ik, wow! Moet je nagaan, ga er nog bijna naast ook. Zal dat maar op camera staan? Nou, dat staat er wel op, ja. Hebben jullie dat ook? Ik word altijd misselijk als ik aan het schommelen ben. Dat vraag ik me niet waarom. Heel gek. Vroeger wilde je altijd schommelen, kon ik heel veel schommelen, maar nu ook altijd misselijk. Wee! Leuk hè, Lira? Oh. Het is wel leuk dat we dit uitgevonden hebben, dat ze dit zo leuk vinden. Goed, wij gaan even schommelen. Dag! Zeg maar doei! Doei doei! Dag! Oh kijk, nou dit is wat ik dus bedoel qua huizen die ik gewoon prachtig vind hier in Houten. Gewoon van die hele mooie, grote, nou ja, eigenlijk vrijstaande huizen. Kijk, daar waar we nu op aflopen, dat bruine en dat witte, ja dat vind ik gewoon echt prachtig gewoon. Maar ja, deze huizen kosten echt, wat is het? Nou ja, ik denk 1 miljoen wel. Nou ja, met de huidige markt natuurlijk. Maar ik, ja, echt, blijf mooi dromen. Echt, wie weet, ooit als ik inderdaad qua geld, qua baan moet ik zeggen, nou ook goed mijn ding doe. En Richard blijft ook gewoon zo goed werken, zeg maar. Ja, dan wie weet waar we kunnen landen. Maar ja, dit huis vind ik prachtig, echt. Even de stoep op. We hebben voor de zekerheid trouwens de kinderwagen mee. Want we wisten niet zo goed of Alira het leuk zou vinden. Maar kijk, stop eens. Hallo. Hallo. Ja, we gaan weer naar huis. Kan je lekker naar bed. Maar goed, dit dus. Dromen, jongens. Dromen, dromen, dromen. Altijd blijven dromen. Goedemorgen deze morgen. We zijn weer een paar dagen verder. Want het is vandaag
donderdag. Volgens mij hebben jullie mij voor het laatst gezien zondag, dacht ik. Maar ik ben gewoon zo druk geweest en ik heb zoveel dingen moeten doen. Dat ik gewoon geen tijd had om de camera te pakken. Of ik vergat het gewoon omdat ik er niet aan dacht. Omdat ik veel te veel andere dingen te doen had. Wat heb ik allemaal gedaan? Even denken. Ik ben maandag... Ik weet niet meer. Even kort. Ik heb de hechtingen van mijn, na mijn operatie, mijn mond zijn eruit gegaan maandag. 1 hechting moest nog blijven zitten. Volgens mij heb ik het wel verteld trouwens. En verder ben ik maandag ook weer verder geweest met leren. Eigenlijk de hele week ben ik alleen maar aan het leren geweest voor het behalen van mijn WFT. En dinsdag ben ik met mijn moeder naar een tattoo shop geweest. Want zowel zij als ik willen een tatoeage gaan laten zetten. Ik ga nog niet vertellen wat. Want dat gaan jullie vanzelf wel zien. Ik vind het wel heel erg tof, denk ik, wat er gaat gebeuren. Er gaat iets getekend worden natuurlijk voor me, dus ik ben heel erg benieuwd. En dat was dinsdag, maar dat duurde ook best wel heel erg lang nog. Dus vandaar dat ik... En ik wilde toen wel heel erg graag filmen, alleen we waren wat te laat. En, want we moesten heel erg zoeken met waar het was. En toen waren we te laat en toen kwam ik er gewoon niet aan toe. Gisteren is Alira naar mijn moeder gegaan. En ben ik eigenlijk de hele tijd bezig geweest met het leren. Ik moest naar de huisarts voor een uitstrijkje. Jippie, welkom in het leven van een vrouw die 30 is geweest. Ik hoop dat het gelukt is, want ik had ietsje bloedverlies en dan lukt het niet altijd. Dus ze heeft het geprobeerd, ze stuurt het gewoon op en we zien wel of ze de informatie eruit kunnen halen die nodig is. En anders moet ik weer opnieuw. En vandaag is het dan weer donderdag alweer. Ik ga weer gewoon leren vandaag. Richard is daar ook al aan het werk. Alira die ligt nu op bed. En vanmiddag is wel heel erg leuk. Want vanmiddag gaan wij langs bij een gasthouder hier in Houten. Om kennis te maken. Zeker aangezien ik zometeen meer echt aan het werk ben. In plaats van dat ik ook alleen aan het leren ben. Daar moet de leraar gewoon voor naar de opvang. Nou willen we niet een gewone opvang doen. Ook kan dat trouwens niet, want er zijn best wel lange wachtlijsten voor. En deze gasthouder staat best wel heel goed aangeschreven ook. Dus we gaan even kijken wat voor gevoel we daarbij hebben. En dan hoop ik dat Alira binnenkort al op dinsdagen in ieder geval naar de gasthouder gaat. Want dan kunnen wij gewoon met z'n allen hier werken. Gisteren ook nog gebeld dat er waarschijnlijk een opdrachtgever voor mij is waar ze me willen voorstellen. Dus dat gaat hij proberen. Dus ik hoop dat dat mag gaan lukken. En dan zou dat volgens mij per ongeveer eind oktober starten. Wat betekent dat ik dan nu nog een kleine 2 maanden heb om de WFT's te behalen. En dat is op zich ook wel weer fijn, want ben ik alleen maar met de basis bezig. Maar zometeen moet ik ook hypothecair krediet gaan halen. En die schijnt toch echt best wel flink pittig te zijn. Dat ik daar hier thuis nog tijd voor heb, voordat ik aan de slag bij de opdrachtgever. Een nadeel daaraan is dat ik ik ga dan dus pas betaald krijgen vanaf het moment dat ik bij die opdrachtgever aan de slag ga. Wat betekent dat ik nu nog geen inkomen heb voor de komende 2 maanden. Maar ja, gelukkig kunnen we het redden op Richard's salaris. En zie ik het voordeel er dus van in dat ik nu gewoon al mijn tijd kan besteden. In het leren. Goed, ik ga gauw beginnen. Want Alira die wordt zometeen ook weer wakker en heeft dan weer fruit nodig. Want zij is gewoon hier vandaag. Dus waar ik kan, ga ik gauw leren. Yummy! We hebben de groente. En ze krijgt tegenwoordig... Of groente, hoor mij nou. Fruit. En ze krijgt tegenwoordig best wel veel. Maar ik heb even hier een dubbele slap omgedaan. Want we hebben, zoals je ziet, een heel... Oh, wacht, moet ik wel goed mikken. Rood prakje. En dat is framboos, blauwe bes en 1 appel. Maar ik zal jullie zo meteen laten zien welke moord ze heeft gepleegd. Waar het op lijkt. Maar ik vond het even grappig om haar eerste hap te laten zien. Want haar gezicht vertrekt meestal nog heel erg. Dat is heel grappig. Sesam, jij ziet ook jezelf. Ah, hap.
Okay. Altijd die eerste kopjes, hè, van dat, of dat eerste hapje en dan dat gezichtje. Dat is lekker. Hallo? Ja, we gaan zo de camera uit doen, want je ziet ook alleen maar jezelf. Maar ik wilde het heel even laten zien hoe jij tegenwoordig je fruit een beetje eet. Want ze eet echt supergoed de fruit en groenten. En ze drinkt... We hebben deze beker nu voor haar ook, voor water. En ze drinkt echt onwijs goed water. We zijn ook nu terug naar 3 flessen. Ah. Dus ze krijgt nog maar 3 flessen op een dag. 's Ochtends na het wakker worden, 's middags 1 keertje en 's avonds 1 fles. Voor het slapen gaan. En tussendoor krijgt ze dus fruit, brood en groenten. Ze eet groenten, eet ze beduidend veel beter dan fruit. Fruit vindt ze gewoon net niet helemaal. Ze eet het goed hoor, alleen ze eet meer groenten dan fruit. En we zijn ook weer iets aan het uitbreiden. Ik maak het nog steeds allemaal zelf. En dan doen we het in ijsblokjes vormen. En ze zit nu op, ik heb hier 6 ijsblokjes voor me fruit. Wat volgens mij een 120 gram is, zoiets. En ze krijgt 7 ijsblokjes groente. En daarin hebben we het ook echt best wel wat grover. Want ook dit is best wel iets grover gemaakt dan alleen glad gepureerd, zeg maar. Want ze kan ondertussen best wel aardig goed stukjes eten. En ook dan kip gehakt. Wat ze er doorheen doen en ei. En daarnaast op brood, pindakaas en dergelijke. Dus ze eet echt als een malle, hè, dame? Ja. Nou, zullen we de camera even uitdoen zodat ik ook wat aandacht heb voor je? Op zich eet je wel, maar... Ja. Van de week had ik framboos voor haar voor het eerst. Nou, dat vond ze verschrikkelijk. Dus hier zit nu 1 blokje framboos bij, zodat ze er toch wat aan wendt. Maar het is heel dat gezichtje wat echt hilarisch. Maar ze moest ook wel een beetje huilen, omdat ze het gewoon echt niet lekker vond. Dus want ik had alleen framboos toen, dus dat was geen goed idee. Goed. Wij gaan even verder met wat eten, want we hebben nog genoeg te gaan in. Ja, nom. Het is wel makkelijk, want je zit wel lekker rustig zo. Omdat je alleen maar naar jezelf aan het kijken bent. Ja, yummy. Mijn slokje water schoonheid. Ja, is je lekker. Hou je beker zelf vast. Oh, ja, dan moet je niet wegduwen. Ga maar drinken. Zo, ja, lekker. Die aftermath. Na het eten van de fruit. Daarom heb ik een dubbele slap om. Want je ziet er nooit uit, hè? Ja, ga je naar Rijken naar de camera. Want dit is framboos en blauwe bessen dus. En dat gaat altijd zo in die nek kruipen. Dus ik heb hem ook inderdaad heel strak zitten. Zo, maar goed. Welke moord heb jij gepleegd, Talira? Hey, lekker rood. Gaan we nog even een slokje water doen en gaan we schoonmaken. Want hij is al, het is alweer op. Hey, het is weer op. Goed gedaan hoor, dame. 2 hours later. Volgende maaltijd voor Lira. Een broodje. We zetten haar nog niet altijd in de kinderstoel. Omdat ze nog niet helemaal goed zelf kan zitten. Ze kan al helemaal nog niet zelfstandig gaan zitten. Maar soms proberen we het even. Totdat het niet meer gaat. En ze wat te veel inzakt. En dan zetten we er weer in de wipper. Maar voor brood is het wel makkelijk, hè? Een broodje met pindakaas. Lekker. Ja, laat maar zien hoe goed je eet. Alleen Alira is zo'n verzamelaar. Die verzamelt de stukjes brood in de gehemelte, waardoor je denkt dat ze klaar is. En dan op een gegeven moment is het opeens wat moeilijk. Omdat er te veel eten in de mond zit, hè? Ja. Goed kouwen. Maar ze vinden het wel altijd heel lekker, hè? Ja, jullie worden ernstig bekeken. Ja, wie is dat? Heb je nou je mondje leeg? Oh, volgens mij gaat het vrij goed nu. Ik controleer vaak dan heel even met wat je zag met mijn pink. Even door gehemelte. En dan doe ik het weer
terug, zeg maar, even wat in haar wang. Zodat ze wat meer gaat kauwen. Is het lekker? Nom-noms. Ja, Alira lag weer op bed, maar ze had honger en wilde niet meer slapen. Nee. Oh, is hij nog niet op? Ben ik te snel? Nu wel? Nee? Zeg het maar. Wil je het zelf doen? Nou, doe dat maar niet. Pindakaasvingers. Ah, hop. Oh, ik ben te snel, mama. Ja, en dan zie je papa, hè. Hey, blij ei. Hey, kijk eens. Oh, nou heb jij het broodje en ik de pindakaas hier. Even binnenhouden, pop. Oh, voorzichtig. Hand voor je mond. Goed zo. Kijk, zie, dit is wat ik dus bedoel. Dan denk je dat ze eigenlijk klaar is. En wat doen we ermee zo? Ga het even wegdrinken, hè? Kijk eens. Goed zo. Tada. Oh, nog meer? Drinken doe je zo goed, hè? Zo. Wij zijn onderweg naar de gastouder. Alira die zit achterin daar. Ik ben heel benieuwd. Ik ga niet jullie meenemen. We gaan gewoon daar kennis maken. Plus ik ga niet filmen waar ze misschien dan naartoe gaat. Of andere kindjes filmen. Ik gok dat die er zijn. Dus ik ga jullie zo meteen vertellen hoe het daar was. Tot zo. En we zijn weer thuis. Ik merk dat ik heel erg de echte kinderopvang gewend ben. In plaats van een gastouder. Want het voelt gewoon gek dat je eigenlijk gewoon eens iemands huis in loopt. En dat daar wat meer kinderen rondlopen. Nou is dat misschien ook de reden dat ik het gewoon even niet zo heel goed weet. Alira die vond wel alle kindjes die er waren echt super interessant. Het was heel erg leuk om te zien. Dat ze gewoon echt al reikte naar de kinderen en zeg maar contact zocht met de kinderen. Terwijl ze dat dus niet gewend is. Maar je merkte ook de verwerking daarvan. Want ze begon een paar keer even echt met zo'n lippen zo. En echt heel kort even een huiltje. En dan kon ze het weer even een plekje geven of zo. En dan was het weer goed. En dat was wel een paar keer. Dus je merkt wel echt aan de Lira dat ze het niet gewend is. En als ze dus naar een gastouder gaat, dat ze daar wel heel veel aan moet gaan wennen. En dat ze daar wel last van gaat hebben, dus in het begin. Maar goed, we gaan het even laten bezinken. Ik ben zo iemand die dan eigenlijk wat meer opties nog wil bekijken. Dus ik denk dat ik ook nog even verder ga kijken. En dan kijken wat eigenlijk het beste voelt. Op zich is Alira nog gewoon welkom hier thuis. Het klinkt te gek wat ik zeg. Maar ik hoef nog niet per se weg of iets bijvoorbeeld. Ik merk wel zo'n dag als vandaag. Ik krijg gewoon niks gedaan qua leren. Dus het zou wel fijn zijn als ze in ieder geval één dagje naar de opvang kan gaan. Al snel. Maar we moeten wel natuurlijk een goed gevoel erbij hebben. Dus ik... Niet dat ik dat per se hier niet bij heb. Alleen ik merk dus dat ik het niet gewend ben. Dus ik weet niet zo goed wat voor gevoel ik heb. En ik denk dat dat wel beter gaat als we misschien nog ergens anders ook kijken. En dan kijken gewoon waar ter plek is en waar ze dan naartoe gaat. Dus dat. En dan, het is ondertussen 4:50. Alira die was heel moe. En ik heb hem meteen in bed gelegd en ze was meteen uit. Dus ik ga heel even verder dus rondkijken. En dan is het alweer tijd om te koken. We eten lekkere courgette soep. We eten nog steeds koolhydraatarm trouwens. Gisteren hebben we geluncht. En toen hadden we brood met een kroket. En wij zijn van mening als je ergens uit eten gaat. Dan mag je gewoon eten wat je wil. En dat hebben we dus ook gedaan. Oh, en wat ik ook nog vergeten was te vertellen. Gisteravond is mijn basketbaltraining weer begonnen. Eindelijk weer wat sporten en basketballen en lekker bewegen.
Want we hebben natuurlijk door corona lang niks kunnen doen. En daarvoor heb ik ook niet veel gedaan door en zwangerschap en mijn kruisband. En ik ben er dus gewoon echt lang uit geweest. En nu trainen we op woensdagen. Vorige keer was het dinsdag. En om 8 uur in onze wedstrijdhal. En dat is wel heel erg fijn. Zo'n uur vroeger dan we hiervoor hadden. Want dan ben ik tenminste ook niet zo achterlijk later thuis. Maar het was gewoon lekker. Het was gewoon lekker om weer even te rennen en wat te doen en mijn team te zien en dergelijke. En nou hebben we een maandje om te trainen en dan beginnen ook de wedstrijden weer. Dus ik vind het wel heel fijn dat dat ook weer gestart is. Goed, dat was de korte update. En dan zie ik jullie later weer. 1, 2, ja! Goed zo! Oh, weer spiegeling. Nou, dat stelt hij niet scherp, denk ik. Ja, nu wel. Oh, kijk hoe cute. Hey, wat doe je dat leuk? Is papa foto's van je aan het maken? Hallo. Je hebt een leuke rode vlek in je gezicht en wallen onder je ogen. Ja, je bent heel moe van de gasthouder van net, hè? Alle indrukken. Hi. En die rode vlek is omdat Sophie, die daarnaast ligt, sloeg ze tegen eraan. Ja, die sloeg Sophie tegen je aan. Dat moet je niet doen. Nee. Oh, het duurt echt niet lang meer voordat ze zo meteen echt op de handen en knieën zit, hoor. Ze is er zo mee bezig. Echt. Hallo, kijk dan. Hoppatee. Hoppatee. Koekoek. Ga je pakken. Ga je pakken. Ga pakken. Oh. Hallo mensen. Hallo mensen. Oh. Oh. Gaan we pakken. Ja. Nou, nu mogen we de lens schoonmaken. Wow. Goed gedaan. Ja. Goedemorgen, goedemorgen. Ik ben aangekomen in het ziekenhuis met Alira. Want we hebben weer een afspraak bij de kinderarts. Is schoonheid? Ja. Nee. Hey Chubby, liggen jullie klaar voor? Ja. 1 hour later. Ik mocht helaas niet filmen in het ziekenhuis. Ja, lekker. Dus ik dacht, ik film heel even gewoon terwijl ik Alira even een broodje geef. Even een kaal broodje. Want het is al tijd ook voor een fles. Want ze heeft net de fruit gemist omdat ze natuurlijk naar het ziekenhuis moesten. Dus we doen vandaag even 4 flessen. Ja, lekker! En ik dacht even gauw een broodje. Daar is toch even een beetje brood. En dan een fles. En ik dacht, terwijl ik een broodje geef aan de leraar, praat ik jullie even bij. Want ik kon dus helaas net niet filmen. We begonnen natuurlijk lekker, hè? Yummy! Is lekker! Hij is een beetje kaal. Ik kan er niks in doen. We begonnen met gewoon lengte en gewicht meten en de hoofdomtrek. Hoofdomtrek heb ik eigenlijk niet onthouden. 43 nog iets, dacht ik, uit mijn hoofd. Weet ik niet zeker meer. Maar ze is 67,2 centimeter. En dat viel mij een soort van tegen. Want de vorige keer, dat was eind juli, toen was ze 66,5. En wij hadden echt gedacht dat ze nu al richting de 70 centimeter zou gaan. Maar als je vervolgens haar curve ziet, die de arts op de computer heeft, dan zie je dat ze met deze lengte wel gewoon keurig haar lijn volgt. En dat de vorige meting er juist eigenlijk een beetje uitspringt. Dus waarschijnlijk klopte de vorige meting niet. Maar is ze nu dus 67,2 centimeter. En je weegt 8,240 kilo. En dat is ook wel wat lichter dan ik haar hier heb gemeten. Of hier. Ik heb haar vorige week meegenomen naar mijn broertje. Want die heeft onze weegschaal nog steeds. En toen was ze 8,3 kilo. Dus ik weet niet of ze dan
Of dat ergens een van de twee raar heeft gemeten. Zou kunnen natuurlijk. Maar ik vroeg me ook af, ja, zou ze wat afgevallen zijn nu we terug zijn naar 3 flessen? Maar ja, we hebben wel meer fruit en meer groente gegeven. En ze eet het brood echt stukken beter. Ze eet nu bijna een heel brood elke keer. Dus ik weet het niet. Je zit te smaken, schat. Maar je bent wel goed aan het kauwen. En verder heeft de arts weer gewoon gekeken, geluisterd naar de longen en de hart. Volgens mij wat ze altijd doet als ze luistert. En qua heupjes even gevoeld. Dan doet ze de beentjes helemaal optrekken, zeg maar zo. En daar had ze volgens mij niks geks over te melden, hè? Nee. Mama is alleen vergeten te zeggen dat ze supergoed water drinkt. En daar baal ik wel een beetje van. Want ik ben echt super trots op hoe we haar hebben leren water drinken met die, uit die Munchkin beker. Dus ik baal er wel een beetje van dat ik dat vergeten ben. Ja. En verder was ze heel tevreden. Dus dat is wel heel erg fijn. En nu moeten we begin november weer. En dan is ze dus 11 maanden. Bijna. Het hart, hè? Ja. Maar goed, ik wilde de vlog ook afsluiten voor deze week. Morgen hebben we iets heel erg leuks. Hier, kijk eens. Hapje. Maar dat zien jullie volgende keer. Dat ga ik nu niet vertellen. Nee, ga je zwaaien? Ga maar zwaaien. Hier, ga maar zwaaien. Laat me zien. Je bent heel erg aan het kopiëren, hè? Nee, ga je douche zeggen tegen de mensen? Zo. Oh nee, oh mama moet door met eten. Oh, ja, kijk eens. Hier, sorry schat. Hap je? Ja, het is oké. Okay. Wij gaan er gauw vandoor. Ja, ja. Hé, hey, boem. Hé. Hey. Ben je zo? Ja, ik weet het. Dankjewel voor het kijken. Ik ga gauw verder met brood in de fles. Ja. Ja, mijn vrouw is ook moe. Dankjewel en ik zie jullie graag volgende week.